Het materiaal van de karpenvisser heeft in de afgelopen 20 jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Er is in ieder geval heel wat bijgekomen. Wat er de afgelopen 20 jaar gebeurd is op het gebied van wakers en beestverklikkers is niet te filmen. Ik heb het toch geprobeerd. Dat is ook zo'n onderwerp waar je uren over kan praten. En als je niet oppast, krijg je nog ruzie ook. Voorbeelden genoeg. Ik ben nog wel eigenwijs. Dus ben ik eigenlijk altijd mijn eigen weg maar gegaan. Rommelen met afwijkende aassoorten heeft me altijd veel plezier geschonken. Maar ik geloof niet dat ik er meer door gevangen heb dan anderen. Misschien zelfs wel minder. Ook op het gebied van haken en reks is er het een en ander veranderd in de afgelopen 20 jaar. Kijk maar even mee. Dit is de reden om over na te denken. Kijk maar naar het volgende plaatje. Ziet dat er gevaarlijk uit of niet? Hiermee begint voor mij een hele nieuwe ontwikkeling. De stand van de haak wordt belangrijker dan het aas of de rik. Hier heb ik heel veel vertrouwen in. Een her van 2200ste. Door het oog gestoken en vastgezet met een sliding knot op de onderlijn. Het hele zaakje kun je nu verschuiven. Ik heb het de trigger rig gedoopt. En ook in deze heb ik heel veel vertrouwen. Deze vis ik er altijd als tweede bij. Een Castmark down eye. Met een palomar. En de her door het oog naar buiten. We zijn teruggegaan in de tijd. We hebben een aantal onderwerpen aangeraakt, maar we hebben het nog steeds niet gehad over de essentie van het karpervissen. Het waarom. Voor mij is dat iedere keer weer het herontdekken van een jongetje van 5 jaar. Een jongetje dat iedereen in zich heeft.